Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. Ook in deze coronatijd zorgen wij ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. Precies. Bent u 70 jaar of ouder en wilt of kunt u niet zelf naar het stemlokaal, dan kunt u uw stem deze keer ook per brief uitbrengen. Oh, oké. In deze video ziet u hoe u dat kunt doen. Tussen 10 februari en 3 maart ontvangt u uw stempas voor de Tweede Kamerverkiezing. Open de envelop. Lees de informatie op de stempas en bewaar uw stempas goed. Bijvoorbeeld op een plek waar u vaker belangrijke documenten bewaart. Momentje. Tussen 26 februari en 11 maart ontvangt u een tweede envelop. Hierin zitten 4 documenten. Het briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en een formulier met stapsgewijze uitleg hoe u per brief kunt stemmen. U begint met invullen van het briefstembiljet. Maak hierop uw keuze. Met rood, neem ik aan? Nee hoor, dit mag met elke kleur. Dat hoeft dus niet per se met rood. Gebruikt u een pen? Let er dan op dat de inkt droog is voordat u het stembiljet dichtvouwt. Zo voorkomt u vlekken. Doe daarna alleen het briefstembiljet in de envelop met de tekst briefstembiljet. En plak deze dicht. Pak nu uw stempas erbij, die u eerder ontving. Oké. En zet uw handtekening op de stempas. Pak dan de retourenvelop. Stop daar de stempas in, samen met de dichtgeplakte stembiljet-envelop. Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig. U bent nu klaar om uw briefstem te versturen. Dat kunt u op 2 manieren doen. U kunt uw briefstem per post versturen of deze afgeven bij een afgiftepunt voor briefstemmen in uw gemeente. Kijk op de website van uw gemeente of vraag uw gemeente waar de afgiftepunten voor briefstemmen zijn. Als u uw briefstem per post verstuurt, moet u dit uiterlijk doen op 12 maart voor 5 uur 's middags. Geeft u uw briefstem af bij een afgiftepunt, dan kunt u dat doen tot 17 maart voor 9 uur 's avonds. Ik kom de envelop inleveren, alsjeblieft. Dank u wel. Heeft u nog vragen over stemmen per brief? Kijk dan op www.elkestemtelt.nl.